De jaarlijkse vogeltentoonstelling van Zang en Kleur vond op 11 en 12 november plaats in Hart van Heuzen. Dit is de laatste keer dat de tentoonstelling op deze manier wordt georganiseerd. Voorzitter Piet Schildman legt uit hoe dat kan. Piet, in de andere ruimte hier is echt een oase van vogels. Hoe kan dat vandaag? Ja, we hebben dit jaar onze jaarlijkse onderlinge tentoonstelling. Helaas de laatste in ons bestaan. Vanwege het feit dat het aantal vogels en het aantal inzenders steeds minder wordt. Ja. Dus uh, het is onze onderlinge tentoonstelling. Okay. Maar je zegt dus de laatste, maar wat, uh, gaat het in een andere vorm plaatsvinden volgend jaar of wat gebeurt ermee? Volgend jaar gaan we nog wel een onderlinge tentoonstelling houden, maar die brengen we dan onder in een grotere geheel, een kringtentoonstelling, met vijf andere verenigingen. Oké. Okay. Maar er zijn nou op dit moment best wat vogels daar. Hoeveel vogels zijn daar? Er zijn ongeveer 100 vogels. 100 vogels. Maar er is ook, uh, heb ik van jou begrepen, ook een uh, soort van prijzen uitgereikt. Hoe, uh, de, hoe gaat dat in zijn gang? Nou, de vogels worden hier donderdagavonds ingebracht. Dan komen de inzenders, de leden van onze vereniging, komen de vogels brengen. Die worden vrijdags gekeurd door keurmeesters. die officieel aangesteld zijn door de Nederlandse Bond. En uh, dan worden ze beoordeeld. Of ze goed of slecht zijn, of heel goed, kan ook nog. En soms wordt er een prijs gewonnen. Maar het zijn dus ongeveer 100 vogels, maar dat is minder dan jullie normaal hebben. Is dat ook een reden waarom jullie ook gaan stoppen dan? Het, het mindere aantal vogels is echt de reden dat we met onze eigen onderlinge tentoonstelling gaan stoppen. Ja, we zitten nu beneden de 100 al, net te, tegen de 100 aan. Maar we hebben tijden gehad dat we daar wel 400, 500 vogels konden brengen. Maar die tijden zijn helaas voorbij. Ja. Want hoe kan het dat die tijden voorbij zijn? Hoe loopt dat zo? Nou, het is een heel erg vergrijzende hobby. Er zijn steeds meer leden die er gewoon mee stoppen, die gewoon niet meer kunnen. Maar we hebben ook nog corona gehad en we hebben de vogelgriep en de vogelpest gehad. En dat heeft allemaal een kink in de kabel gebracht hè. Dus ja, er zijn mensen die hebben lekker thuis op de bank gezeten met de, de voetjes op de, op de tafel, een potje bier erbij en geen vogels wegbrengen. Dus ja, dat vindt, is toch wat makkelijker. Ja. Dan ga ik nog even terug naar de tentoonstelling. Er zijn honderd vogels te zien, maar zijn het allemaal verschillende soorten? Zijn het dezelfde? Wat uh, kunnen we zien? Er zijn allemaal verschillende vogels. Er zijn canaries, tropische vogeltjes, en, en, ja, en, ik weet niet hoeveel soorten. En uh, uh, pakieten, agaponide, het Australische pakieten, er zit van alles.